O, was ik maar een gijzelaar, dan stond altijd mijn eten klaar en hoefde ik nooit af te wassen. Hey, daar zijn jullie! Oh, wat ben ik blij jullie te zien! Ik heb jullie gemist en ja, ik kan me voorstellen jullie mij misschien ook, want jullie hebben misschien gedacht, waarom zijn er nou geen video's verschenen? Er kwamen weer twee vlogs en in één keer was het weer weg! Hoe kan dat nou? Ja, ik denk dat dit wel een uitleg geeft hoe dat komt. Ik kan eigenlijk niet veel op dit moment. Ik ben helemaal geboeid door dit prachtige boek. En ik dacht, ja, ik moet toch eens ervaren wat het nou is om ja, in zo'n situatie te zitten. Nou ja, ik zit in zo'n situatie en ik kan je heel eerlijk zeggen, dat liedje van het goede doel is hartstikke leuk, maar ik ben toch liever geen gijzelaar. Gegijzeld is geschreven door Guy Delisle. Geschreven en getekend. Want dat is natuurlijk een... Ja, dat kan ik natuurlijk even wat lastiger laten zien op deze manier. Maar dat is een prachtige graphic novel. Van, jawel, 432 pagina's. Dit is waarschijnlijk het dikste boek, dikste stripboek, wat ik ooit gelezen heb. Maar zo'n ontzettend, ja, sorry dat ik het nog een keer zeg, zo'n ontzettend boeiend boek is dit. Want het is een prachtverhaal. Het is een waar gebeurd verhaal. Hij heeft gesproken met Christophe André, iemand die op een humanitaire missie was in de Caucasus, ergens in een gebied in Rusland. En hij is ontvoerd. Dat is in 1997, is dat daadwerkelijk gebeurd. Ik kan mij daar ook wel wat van herinneren, dat ik daar het een en ander van op het nieuws heb gezien. En deze Guy Delisle heeft gesproken met deze Christophe André en die vond zijn verhaal zo bijzonder dat hij dat in een graphic novel, in een striproman wilde gaan gieten. En dat heeft hij gedaan. En ik moet zeggen, ondanks dat je eigenlijk, als je dit boek even ontleedt naar de basis, het is eigenlijk gewoon het verslag van iemand die zo'n pakweg 3 maanden gegijzeld heeft gezeten, die net als ik gewoon de hele dag vastgeketend zat, die alleen maar los mocht als hij even wat kon eten of even ja, naar de toilet mocht. Nou ja, het toilet was meestal maar een emmer. En voor de rest, hij wist niks. Hij wist niet waar hij was. Hij wist niet hoe lang hij vast zou zitten. Hij wist helemaal niks. En er gaat van alles door je hoofd natuurlijk als je zoiets meemaakt. En ondanks dat je eigenlijk in dit boek een continue herhaling van het dagritme voorbij ziet komen, is het toch elke keer weer anders. En het meest bijzondere aan dit boek is gewoon dat als je aan het lezen bent, je eenmaal begint, dan blijf je lezen, want je wil weten hoe gaat het nou verder. Want elke keer denk je, zou hij nu bevrijd worden? Zou er nu iets gaan gebeuren? En die spanning is zo ontzettend goed verwerkt in het boek, dat je ondanks dat het... Ik dacht aanvankelijk van, jemig, dat lijkt me toch wel een saai boek. Dat is het dus absoluut niet. Het is een ontzettend, ja, dan komt hij weer, boeiend boek. Omdat het verhaal, je leeft helemaal mee met deze Christophe André. Wat hij meemaakt en de onzekerheid die hij heeft, die wordt ook heel goed in beeld gebracht. Want de dialogen in het boek zijn vrij eenzijdig. Het is eigenlijk voornamelijk Christophe André die in zichzelf praat, zou je kunnen zeggen. Want zijn de mensen die hem gevangen hebben genomen, hun taal, die krijg je niet mee. En ja, dan weet je dus ook niet wat ze zeggen. Je weet dus ook helemaal niet wat ze allemaal bekokstoven in dit boek. Nou ja, al die dingen bij elkaar is gewoon echt zo mooi in beeld gebracht. Ondanks de vrij eenvoudige tekenstijl is het gewoon echt genieten van dit boek. Ik was zo verrast hierdoor. Ik heb hem met zo ontzettend veel plezier gelezen. En als dan eindelijk dat moment komt dat hij vrij is, nou hoe dat gaat, ja, dat moet je echt zelf gaan lezen, maar dan ga je nog steeds even denken van, is het wel echt, is hij wel echt vrij of gaat er toch nog iets gebeuren? Er zit zo'n spanning in dit boek, ja dat is echt fantastisch. Wat dat betreft echt petje af voor Guy Delisle dat hij dit verhaal zo mooi in beeld heeft gebracht. Eén ding wat ik ook heel interessant vond, is dat je ook een beetje het dag- en nachtritme meekrijgt door de kleur van de afbeeldingen. Soms zijn ze wat donkerder, dan weet je dat het avond of nacht is. En soms worden ze wat lichter, dan weet je dat het dag is. Deze Christophe André doet zelf ook moeite om de datums bij te houden. En niet alleen bedenkt hij allerlei scenario's van het ontsnappen, maar hij heeft ook andere dingen om ervoor te zorgen dat hij niet helemaal doordraait. Want natuurlijk malen er allerlei gedachten door je heen van, ja, hè, wat gaat er gebeuren? Wat zijn mensen aan het doen? Weten ze dat ik ontvoerd ben? Zijn ze al bezig om mijn bevrijding te regelen? Al dat soort dingen. Maar hij is ook heel veel bezig met allerlei geschiedenis. Allerlei veldslagen uit de geschiedenis. Die haalt hij zich voor de geest om op die manier toch even zijn hersenen bezig te laten blijven. Een absolute aanrader. Ga dit boek halen bij de stripwinkel. Want je gaat hier echt heel veel
uren leesplezier aan beleven. Veel plezier alvast. Ik ga kijken of ik hier uit kan komen. Zo, ik ben weer vrij zonder deze dingen. Dat voelt er een heel stuk prettiger aan. Maar ja, ik wilde gewoon ervaren wat Christophe André, de hoofdpersoon uit dit prachtige boek gegijzeld van Guy Delisle, die namen, dat blijft lastig, hè? Wat die heeft meegemaakt. En het was een zeer indrukwekkend verhaal. Ik heb ontzettend veel respect voor deze man. Heel knap, ja. En er zijn natuurlijk meer mensen die dit soort vreselijke zaken meemaken. En het is goed om toch zo nu en dan eens even bij stil te staan. En ja, dit is gewoon echt een fantastisch boek. Het was echt een enorme verrassing. Ik heb er echt van genoten. Ga hem zeker ook halen bij de stripwinkel en ga hem lezen. Ja, en dan is het nu toch nog eventjes posttijd. Want jawel, ik heb een envelopje. Nou, laten we die maar meteen open gaan maken. Dan is het er maar eentje deze keer. Hey, kijk. De charmante chirurg van Wilbert van der Steen. Een prachtige tekening van Lambiek in de stijl van Wilbert van der Steen. Ik ben een grote liefhebber van de tekenstijl van Wilbert van der Steen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga deze lezen. En waarschijnlijk ga ik hier ook nog wel een vlogje over maken. Dus ik weet dat ik de afgelopen week niet zoveel gedaan heb. Mijn gezondheid is helaas nog niet helemaal op het peil. Dat het me toch lukt om elke keer weer een nieuwe video te maken. Maar nu is er weer eentje. Ik moet zorgen dat ik even een balans vind tussen mijn gezondheid en de wens om leuke video's te maken en straks te spreken. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga niks beloven. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.